Nu aan het hek, de dames van 9 en 10 jaar. Raal, een slaatje horen voor Siva Matheuse. En Raal, een slaatje nog eens horen voor Kieke Heijvaart. Vanuit de derde team Keerbergen, Roel de Geest. Nogmaals derde team Keerbergen met Emily Spreutels. Dan is het nu de beurt aan Cirque du Soleil met Lore Wolfs. En nogmaals Cirque du Soleil, Kailari Bartels. Vanuit de Molle Sprinters, Stella van Gastel. En last but not least, de nieuwe Europese kampioenen. Rijdend voor de Molle Sprinters vanuit Pulderbos, Maxime Bruijlemans. Riders winning, watch again, daar zijn het de dames aan de middenzijde. Is het de Europees kampioen? Kerstfest, Europees kampioen, zij neemt daar die Hollands op. Wie schaft er mee? Is het dan Cirque du Soleil? Is het Wolfs of Bartels? Is het Wolfs of Bartels? We gaan het zien. Zijn het dames van Zolder op 2 en 4 plekken. Wolfs zijn op die tweede plaats. Die derde plaats, die gaat ook naar de Poelbos in Castellen van Gastel. Maar nog steeds aan de leiding hier, dames van Pierre Soupy, Soupy, of van Soupy, Soupy, dat is straks in de Poelbos. Zijn gaat er hier als een pijl uit de boog van Noorden hebben. Wolfs op de tweede plaats. Er is van Gastel op 3, maar daar komt er nog eentje op. Zullen kan Bartels daar nog een weg vinden naar richting podium hier bij deze dames van 9 en 10 jaar. Laatste rechterlijn nog steeds de gele helm aan de leiding van Miss Maxime Bruijlemans. Zij wint deze Vlaanders Cup voor die nummer 19 van Lore Wolfs. En het is van Gastel, Sterre van Gastel, die op plaatje nummer 3 eindigt.